Pukpuk, de frischicks van CookTV. En vandaag gaan wij op zoek naar ons nieuwe talent. Ja, maar hoe kwam je eigenlijk ook weer? Nou, ik zit in de auto en ik wacht op Puk, hè, zoals normaal. Ze is er nog niet. Dus... Hé! Ik ben er! Pukkie! Vandaag hebben we een hele leuke dag ingepland, want Puk, jij wil eigenlijk al jarenlang zangles krijgen, toch? Ja, dat klopt. Ja. En dat heb jij gefixt? Dat heb ik gefixt. Het valt mij op dat de hedendaagse top 40 toch allemaal een beetje hetzelfde, nou niet hetzelfde, maar het is gewoon meer op een poppie zang, hè? Ja, het is niet echt afwisselend. Nee, dus daarom gaan we verschillende soorten technieken oefenen. En we krijgen dus les van echte professionals. We moeten nu naar de eerste locatie gaan. Oké, nou, laten we gaan. Ik ben heel benieuwd, dus we gaan alles vandaag weer even in de andere jasje stoppen. Ga met die banaan. Ja, we zijn gearriveerd op onze locatie, waar wij vandaag dus de hele dag zanglessen gaan krijgen. Maar niet zomaar zanglessen. We hebben namelijk een lijst opgesteld. En niet zomaar een lijst, nee, een lala lijst. Mooi. Zie je, je kan wel zingen. Ja, ja. Maar Anne, omdat jij al zo goed kan zingen en ik jou ook een beetje uit wil dagen, hebben we drie verschillende gekke nieuwe stijlen. Let op. Nummer 1. Grunten. Nummer 2 is jodelen. Jodelen. Vinden we hartstikke leuk. Ja. En op nummer 3 is opera zingen. We krijgen natuurlijk les van de beste van de beste, de crème de la crème van het vak. En dan gaan we kijken wie het meeste talent heeft. Nou, als dit niet spannend wordt, dan weet ik het ook niet. Eerste lokaal zijn we nu gearriveerd. We gaan nu even kijken. Nee. Oh. Your effect is mine, it's mine, it's the three other is becoming so high. Hallo! Hoi, ik ben Puk. Hoi, Anne. Hi. Dat komt allemaal uit jou. Ja. Wat knap. Maar er zit heel veel techniek achter, toch? Ja, klopt. Als je het goed doet, gebruik je ook niet je normale stembanden, om maar zo te zeggen. Dus je gebruikt je valse stemplooien. Ja. Oh, dan is het iets voor mij, denk ik, ja, toch? Ja, aan de slag gaan. Kom. De basics van al die grunts zijn eigenlijk een soort zucht. Nee, alsof je geïrriteerd bent. Dus niet heel veel... Ja, dat. Oh, ja, goed. De haar, het zit gewoon alleen maar frustratie aan. Dames en heren, de eerste kandidaat voor vandaag is Puk Veldhuizen. We geven haar een warm applaus. Connect the wire, you're a flip to the screen! Puk, je bent goed, man! Ja, man. Ik kan niet geloven. Ja. Nee, op toer. Do, re, mi, fa, sol! Kandidaat nummer 2 van de open auditie van de Grondhonden, Anne de Blok. Connect the wire, you're a flip to the screen! Ik vind sowieso dat jullie het allebei super goed hebben gedaan, maar ja, Puk heeft toch wel meteen een super vette sound, vind ik. Dus... Ja. Nou, ik ga even een knuffel geven. Ja. Doe mij, kom maar. Oké, we zijn bij les nummer 2. Oh, sorry, in mijn mond. Is iemand aan bevallen? Oké, okay, we gaan kijken. We gaan jullie een mini-cursus jodelen geven. Oh. Het jodelen zit ons in het bloed. Trialo, hoedie, hallo, hoedie. Wij kunnen het dan ook ganz goed. Trialo, hoedie, hallo, hoedie. Trialo, hoedie, hallo, hoedie, hallo, hoedie, hallo, hoedie, hallo, hoedie. Kom even van je stoel omhoog. Basis voor de jodel is het gebruik van lucht. En iets anders is het breekpunt in de stem. Eigenlijk is in de basis de jodel als je begint voor jullie met jo, de, la, hi. Is altijd het allerfijnste mee te starten. Jo, le, hi, ti, jo, le, hi, ho. Jo, le, hi, ti, ho, jo. Jodelen,
graag bedanken dat jullie ons hebben uitgenodigd. Ontzettend bedankt. Ja. Hartstikke leuk. Het was echt te gek. Nou, we gaan naar onze laatste zangles, hè? Dank je wel. We zijn bij de laatste zangles. Les nummer 3. En dat is opera. Ik hoop dat mijn stemmetje er nog trekt. Hoor je het? Blink. Oké, gaan we naar binnen. Oké. Ja, die roze. Hallo? Ja. Sorry, stonden we jou? Nee, kom binnen. Kom binnen. Dit was zo mooi. Ja, dat was heel mooi. Hoi. Dankjewel, hoi. Anne. Ries. Hoi. Hi. Hallo. Ik ben Puk. Welkom. Jij bent operazangeres. Ja, dat klopt. Waar denken jullie aan als je aan opera denkt? Ja, grote dikke mannen. En die kunnen toch zo lekker roepen. Ja. Oh, Paul van Gotti. Een paar dingen die belangrijk zijn binnen klassieke stijl is dat je dus zonder lucht zingt. Ja. Je moet veel volume kunnen maken. En vibrato, dat is iets wat eigenlijk vaak automatisch bestemd komt als je op die manier zingt. Dus aan de slag, ik toch? Ik heb zin in. Ja. We beginnen met de klinker I. Heel goed. Ja. No perduta, mi meschina. No perduta, mi meschina. Goed. Ik zoek even over. No perduta. Meskina. Ja? Anne, dit is zo mooi. Maar ik ben de hele tijd helemaal onder de indruk. Dan weer van jou en dan weer van Anne. En dan moet ik ook nog even. Lo perduta, me meskina. Ja, goed. Nou, hier ga ik voor, jongens. Aki sa do visara. Wauw. Zo mooi, ik heb helemaal kipvel. Ja, ik ook. Ik kreeg... Danny, hoe was het gesteld met ons talent? Nou, ik vind dat jullie het allebei supergoed hebben gedaan sowieso. Dus dat kan je in je zak steken. Ja. Ik kon horen dat jij al iets meer ervaring had met zingen. Dus dat het klassieke geluid makkelijker te vinden was. Mm. Maar ik vond dat jij het ook met de stappen die we hebben gemaakt vanaf het begin echt supergoed hebt opgepakt. En een aantal keer echt heel erg klassiek klonk. En met ook heel veel volume. Dus ik ga eigenlijk geen keuze maken. Ik vind dat jullie het allebei supergoed hebben gedaan. En klassiek kost jaren om te ontwikkelen. Ja. We zijn allemaal winnaars vandaag. Joh. Precies. Ja. Laten we een leuke boekwerk doen. Ja, we gaan even afscheid nemen. Om het af te sluiten. Nee. Oh, super echt bedankt. Heel erg leuk. Ja. Dankjewel. Oké, okay. We did it. Oh mijn god. Oké, okay, we hebben... gegrunt, we hebben gejodeld en we hebben opera gezongen. Oh ja! Hoe cool zou het zijn als we nou bijvoorbeeld een hitje kunnen maken en daarmee naar het Songfestival kunnen gaan? Ja, ik denk dat dat er wel in. We gaan gewoon dunken achterna. Weet je wel? Ja. En dan Ja. Ik voel hem. Maar dat zien we later nog. Dat zien we dan wel. Vonden jullie dit een leuke video? Doe even jullie duimpjes omhoog. En laat even weten in de comments. Als jij een keer denkt van, hé, dat moeten jullie eens op een andere manier. Ja, want wij lezen ze altijd. Dus, we reageren ook. We halen inspiratie uit. Ja, en voor nu is het genoeg geweest, denk ik, hè? Aan je toon. Jongens, tabé. Nee, nu moet je stil zijn. Oké. Dat Joh.